Woensdagavond 19 september. Ik zie vanuit mijn ooghoeken dat het niet helemaal goed is gegaan met de intro. Maakt niet uit, want we hebben zeer interessante gasten en onderwerpen van vanavond. Ja, ruim 23 jaar na dato is hij weer terug in Boxtel. Voorheen wethouder en nu waarnemend burgemeester, de heer Hans van Brummen, is straks mijn gast aan tafel hier in Dommeland Live. En naast hem zal straks zitten gemeentesecretaris Jan Fraanje. Hoe is het eigenlijk voor hem om alweer met een nieuwe burgemeester te werken? En straks dus, als het goed is, nog een nieuwe. Dat straks, maar we beginnen nu met mijn eerste gasten hier aan tafel. Naast mij zit profvoetballer Frank van der Struik uit Lennisheuvel. Eredivisiespeler bij Vitesse. Van harte welkom, Frank. Daarnaast mevrouw Christel Bogers, algemeen directeur van De La Salle uit Boxtel. Maar laten we eerst kijken waarom. Want afgelopen week werd het officieel geopend, het Johan Cruijffkoord op het terrein van de La Salle in Boxtel. Laten we daar eerst naar gaan kijken, naar de beelden. Nou, dan zie ik dat ook daar technisch iets niet goed gaat. Maar we hebben hier voldoende stof aan tafel om daar over te praten. Frank, erespeler bij Vitesse. Je bent geblesseerd, je bent met de kruk binnengekomen. Daar gaan we zo meteen alles over vragen, want ik ben heel benieuwd hoe het met het voetje gaat en met de toekomst. En ja, mevrouw Christel Bogers, we hebben afgesproken, ik mag je en jij zeggen. Absoluut, ja. Ik zal het beslissen een keer verkeerd doen, maar we gaan praten over de La Salle, wat het te bieden heeft en met name ook de opening van het Johan Cruijffkoord. Ik spiek even naar de floor manager of de instart gereed is. We gaan kijken naar de mooie beelden van de opening van het Cruijffkoord afgelopen week. Welkom bij deze opening van het Cruijffkoord. Misschien is het handig om mezelf even voor te stellen. Ik ben jullie presentator. Ik probeer jullie een beetje door deze middag heen te leiden. Ik ben Ilko Polma, werkzaam bij de La Salle. En ik wil jullie alvast aangeven dat we deze middag natuurlijk het formele gedeelte hebben, maar ook dat we deze middag met z'n allen lekker aan het bewegen gaan en natuurlijk ook lekker gezond gaan happen. Ja, we zijn hier een project begonnen voor onze jongeren om zo gezond mogelijk te leven. Dat wil zeggen, jongeren stimuleren tot niet roken, gezonde voeding en vooral bewegen. En rondom dat bewegen hebben we elkaar gevonden. We hebben een aanvraag ingediend voor een Cruijffkoord. Onze jongeren hebben een rap gemaakt, die hebben we opgestuurd. We hebben meegedaan in die wedstrijd en we zijn uiteindelijk tweede geworden. En waar het geresulteerd heeft in dit prachtige Cruijffkoord. La Salle heeft een paar jaar geleden meegedaan aan de verkiezing, de sportiefste zorginstelling van Nederland. Hebben ze toen niet gewonnen, maar ze zijn wel hoog geëindigd. En we hebben toen alsnog contact met ze opgenomen. En ja, het voldoet gewoon aan alle criteria van samenwerking, maar ook van behoefte, dat we hier nu staan om dit mooie veldje te openen. De red van de jongeren, want daar gaat het ons om. Ja, dat was voor ons ook een reden om te zeggen, nou, daar gaan we met z'n allen voor om te zorgen dat er een Cruijffkoord komt. Ja, de Cruijff Foundation is 15 jaar geleden opgericht door Johan Cruijff. Met als doel om structureel via sport iets te willen bijdragen aan de jeugd. En in 2003 zijn we met het eerste Cruijffkoord begonnen. Niet wetende dat het zo'n succes zou zijn. En dit is alweer bijna het 170ste Cruijffkoord dat we openen vandaag. Zeker, dat Cruijff Foundation draagt een groot gedeelte bij. Maar de samenwerking vanuit de koraalgroep en de gemeente en sponsoren, die hebben ervoor gezorgd dat het Cruijffkoord gefinancierd is. Wij zien sport echt als middel, dus het is niet ons voornaamste doel om hier allerlei talenten te trainen of voor te brengen. Nee, wij vinden dat sport een middel is om ook de jeugd wat te vertellen over integratie, respect, verantwoordelijkheid, initiatief durf te nemen. Allemaal thema's die op een sportveld van toepassing zijn. Maar wel met als doel dat ze het ook naast het veld, gewoon in het normale dagelijkse leven, in de klas, op school, op straat, ook gaan overnemen. Dus het is ook een plek waar je ja, via sport de jeugd een stukje bij wil brengen qua opvoeding. 1, 2, 3, 4.
prachtig Kruifkoord, Christel, geopend. Hoe trots ben je? Nou, heel trots. Het is ook voor mij de eerste keer dat ik de beelden zie. En het is ook een hele grote prestatie van de jongeren. Want zoals ook al gezegd werd net, toen we dit initiatief namen, hebben de jongeren een rap gemaakt, opgenomen. En daarin aangegeven hoe belangrijk zij het vinden dat ze kunnen sporten. Ja. Dus op hun eigen manier. En dat is ook wel de reden geweest, denk ik, dat we uit heel veel aanvragen uitgekozen zijn. Ja, want dus, zullen natuurlijk meer verenigingen, bedrijven, ja, stichtingen ook willen. Ja, dus dat was goed heel gedaan. Uniek. En ik denk dat een ander punt wat heel uniek was, was dat we het hebben aangevraagd samen met de Michaelschool, die ook bij ons op het terrein is, Sterk in Werk, de arbeidsintegratie, maar ook samen met de wethouder, toen nog Anton van Aert, die was ook aanwezig bij het gesprek over de aanvraag. Dus het is echt een samenwerkingstraject geweest. Ja, dus als je het dan zo ziet, het is in een heel hoog tempo is het ook ontwikkeld. Ja, wat is hoe snel? Ja, volgens mij zijn ze ergens in augustus begonnen. Dus we hadden iets dat kan nooit lukken, 14 september. Maar toch het was allemaal picobello in orde op 14 september. Nou ja, bijna de 170ste hoorde ik. Dus de ervaring is natuurlijk ook dat in huis ook om wat goed aan te dat pakken. Dat was ook wat zij aangaven. Ja, precies. Ja. Frank, jij was bij de opening aanwezig, eregast. Klopt. Nou, ik hoef denk ik niet te zeggen dat passie is voetbal, hè, jouw passie. Wat was jouw rol bij de opening afgelopen week? Ik heb de aftrap mogen doen. En, ging ook, dat wel? Ja, het was een beetje verkeerde been? Het was een beetje behelpen, maar het is me wel gelukt. Dus ik heb hem bijna in doel geschoten. Maar het staat helaas niet op de beelden, maar jammer. Helaas. Maar, nou ja, dus zulke veldjes openen is altijd leuk. Ik heb al wat meer veldjes mogen openen. En in Eindhoven heb ik er eentje mogen openen. Mm-hmm. Alleen, dit veldje is toch wel apart. Dus het is wat kleiner dan een normaal. Er zit een mooie sintelbaan omheen. Dus het is een heel mooi veldje. Goed voor je om te doen. Straks praat ik met jou over jouw voetbalcarrière bij Vitesse. Nooit gedacht dat ik het in een programma over voetbal zou gaan hebben, maar leuk als je er veel over leest, dus dat wordt vast mooi. Christel de La Salle, heel veel mensen uit Boksel, ik denk bijna iedereen, we kennen allemaal de naam, komen vaak langs het terrein, weten ook waar het ligt. Maar wat ik nou zo aardig vind, is ik ben zelf ook gaan lezen, niet iedereen weet precies wat er op het terrein van de La Salle gebeurt. Jullie hebben mij ook geholpen met het aanleveren van wat informatie. Het leek mij heel erg leuk, dat is dan weer mijn deel, om maar eens bij het begin te beginnen. Namelijk het ontstaan, we gaan het niet allemaal bespreken, maar in 1919 ontstaan. Als het goed is, gaan we kijken naar wat oude foto's. Leuk. En misschien dat jij kunt uitleggen hoe het ontstaan is, de La Salle. Ja. Naar de links de waszaal nog, hè? De visvijver. Die, ja, ja. Ik weet niet of het nog dezelfde is, maar we hebben nog steeds een visvijver met hele grote vissen. Prachtig. In 1919 is het ontstaan. Ja. Zou jij kort willen uitleggen hoe dat gegaan is? Ja, het is, we hebben ook een paar jaar geleden ons 90-jarig bestaan heel groot gevierd. En toen stilgestaan bij het feit dat inderdaad in 1919 de eerste jongens kwamen wonen op het terrein van de La Salle. Dat was toen een initiatief van de fraters, hè, zoals heel veel van dit soort instellingen kwamen voort uit de liefdadigheid. Mm-hmm. En op dat terrein werden jongens opgenomen die, en eigenlijk is het nog steeds een beetje dezelfde doelgroep, waarbij sprake was van een licht verstandelijke beperking. En jongens die een extra steuntje in de rug nodig hadden bij de opvoeding. Ja. En dat kon om verschillende redenen zijn. Hè. Reden dat thuis wat minder goed ging. Of redenen omdat er bij het leren wat extra ondersteuning nodig was. Dus ik had ook gelezen voogdijkinderen. Ja. Dat die met name zeg maar in het begin op het terrein waren. Ja. Dus kinderen die niet thuis konden wonen. Ja. Waarmee de overheid zich ging bemoeien. En ja, wat vanaf het begin ook heel uniek was, is dat ook het onderwijs en de dagbesteding vanaf het begin ook echt een belangrijk onderdeel van de La Salle is geweest. Ja, dat is het nu nog. Ik ga een enorme sprong in de tijd nemen, want we springen door naar anno 2012. We hebben een overzicht van bovenaf, hè. We leven Google Earth van het terrein.
Dit is het nieuwe gedeelte, hè? Ja, en eigenlijk is het hele terrein, ook mensen die het terrein nog van vroeger kennen, helemaal opnieuw opgebouwd. Dus alle, wat wij noemen leefgroephuizen, waar de jongens en meisjes inmiddels wonen, die zijn vernieuwd. En dit is het hoofdgebouw van de La Salle. Mm-hmm. En alle leefgroephuizen hebben woonkamers, slaapkamers die echt voldoen aan de moderne eisen. Mm-hmm. Het enige wat nog niet nieuw is, is de onderwijsvoorziening, de Michaelschool. Maar daar zijn ook plannen om dat de komende jaren helemaal opnieuw op te bouwen. Prima. Waar staat de La Salle voor? Je hebt al het een en ander aangegeven. We gaan nog een klein sprongetje maken in verband met de tijd. Want het verbaasde mij te lezen en te horen om hoeveel jongeren het gaat. We hebben daar ook een dia van. Jullie hebben dat mooi aangeleverd. Het aantal jongeren wat zeg maar op het terrein verblijft is het, hè, Christel? Ja, ja. Het is niet wonen. Verblijft. Precies. Wat is dat? Waarom mag dat nou niet? Waarom mag je dat niet nou, zeggen? Je mag wel, je kunt wel wonen zeggen, maar voor heel veel jongeren is het toch, het gaat allemaal om tijdelijk verblijf op ons terrein. Jongeren komen met een bepaalde reden, omdat er problemen thuis zijn of omdat ze een handje geholpen moeten worden met de toekomst. Ja. En dat betekent dat ze ook nog een thuissituatie hebben en is ook verschrikkelijk belangrijk voor ze. Dus als je kijkt naar wat er in de La Salle is, dan zijn dat 224 plekken waar jongeren kunnen verblijven. Dus dan zijn ze tijdelijk binnen de La Salle. En zo'n 170 van die plekken zijn in Bokstel. We hebben ook nog voorzieningen in Den Bosch, Os, Uden, Rosmalen. Ja. Een zeer uitgebreid aanbod, ook heel verschillend van intensiteit. Mm-hmm. Kijk even ondertussen met een schuin oog, want we zien thuis de dia met erop, wat je zei, die 224. Ik heb het opgezocht, het is een logisch woord, intramurale plaatsen. Ja. Ik denk, wat is dat voor een moeilijk woord, maar het is eigenlijk zo logisch als wat, hè? Ja. De crisisplaatsen. We hebben nog meer informatie. Het gaat te ver om dat helemaal te bespreken. Het is heel erg interessant, maar we hebben daar de tijd gewoon niet voor. Waar ik naartoe wil, is in het kort van hoe staat het er nu voor met de La Salle? Het aantal werkplekken, want je zei, meen ik, 400... 400 medewerkers werken bij de La Salle. En die zijn heel belangrijk om jongeren een handje verder te helpen. Mm-hmm. Zoals ik al zei, jongeren verblijven tijdelijk bij de La Salle. Dus we helpen ze echt om te werken aan een toekomst. En dat betekent dat sommige jongeren een aantal maanden, soms heel kort, een crisisplaatsing hebben. Mm-hmm. En een aantal jongeren die maken een aantal stapjes door in hun periode bij de La Salle. Dus we hebben hele intensieve begeleiding op het terrein. Maar we hebben ook appartementen op het terrein waar jongeren zelfstandig leren te wonen. En we hebben ook huizen in buitenterrein. En jongeren die eraan toe zijn, die kunnen zelfstandig gaan wonen in een eigen appartement. Prachtig. Dus we hebben eigenlijk een heel breed scala aan woonvoorzieningen. Ja. En als jongeren eraan toe zijn, dan kunnen we ook jongeren thuis in de thuissituatie begeleiden voor opname. Of tijdelijk tijdens naschoolse dagbehandeling of logeren. Dus we hebben eigenlijk een heel breed aanbod. Ja. En we doen dat ook zoveel mogelijk met de jongeren zelf. Ik denk dat dat ook wel een heel groot verschil is. Met een tijd geleden sowieso in de opvoeding, hè, wordt er veel meer... Werd er van bovenaf bepaald. Ja, veel meer van bovenaf bepaald. Maar... Jij knikt, herken je dat? Of zo zit je aan je voeten denken? Nee, helemaal niet. Ik hoor nog wel eens verhalen van mijn vader, opa en oma van mij dan, hoe dat die vroeger hun kinderen grootbracht. En dan merk je gewoon een heel duidelijk verschil met nu. Ja. En dan schrik je soms nog wel eens hoe dat vroeger ging. Mijn vader en moeder mochten elkaar niet eens zien. Toen ze een relatie hadden, mochten ze misschien elkaar een uurtje zien in het weekend. Dus als je vergelijkt met nu, dan is dat toch heel anders. Andere tijden, hè? Heel anders. Echt andere tijden. Ja. Want ook andere tijden zijn, Christel. Ja,
Gisteren was het Prinsjesdag. De bezuinigingen treft waarschijnlijk ook dit belangrijk stuk in de zorg. We hebben heel even tijd nog daarvoor. Wat houdt dit in voor de La Salle als we het hebben over de financiën en dat soort zaken? Je hebt het een en ander naar me toegestuurd. Misschien dat we dat nog in beeld mogen brengen. Want uiteindelijk draait het toch verdikken me altijd weer om de centen. Hè? Het draait om het geld. Het is niet deze dia. We mogen even doorbladeren. Het gaat om de dia over de financiering. En gaf jij ook al op aan. Hier hebben we hem. Hè? Het vraagt inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ja, lenigheid. Ja, vertel eens wat. Lenigheid past ook wel bij het sporten. Ja? Dus misschien dat we het een beetje daaraan kunnen koppelen. Voor volgend jaar hebben we heel concreet een bezuiniging, omdat we extra middelen hadden gekregen van het vorige kabinet, voordat het viel, zogenaamde kwaliteitsmiddelen. Die zouden voor onbeperkte tijd zijn, maar die zijn dit jaar stopt het weer. Oh. Dus daar konden we een aantal extra dingen voor doen. Verder kunnen we volgend jaar eigenlijk nog wel, zoals het er nu naar uitziet, de dingen blijven doen die we doen. Maar voor ons is een hele grote verandering dat in 2015 de hele jeugdzorg, en we worden nu nog betaald door de AWBZ, dat die volledig naar de gemeentes gaat. En er wordt nu druk op gestudeerd wat die veranderingen gaan betekenen. Daar zijn heel veel mensen mee bezig. Maar aan die overheveling naar de gemeentes zit ook een belangrijke bezuinigingsopdracht. Dus we verwachten, maar we weten nog niet precies hoe het eruit gaat zien, dat voor de jeugdzorg in zijn algemeen, maar ook voor de La Salle, dat dan nog wel een aantal fikse maatregelen kunnen volgen. Ja. We zijn natuurlijk bezig om ons daarop voor te bereiden. Want wat we nu zien, is dat er eigenlijk nog heel veel behoefte is aan onze zorgvorm. Hè? Mm-hmm. We hebben nog veel kinderen en jongeren en ouders die aankloppen aan de voordeur. Dat houdt niet in één keer op natuurlijk. En dat houdt niet in één keer op. Dat heeft niks te maken met geld, nee. Dus we denken ook dat met name het unieke van de La Salle is dat we dat terrein hebben met onderwijs en sterk en werk. Ja. En we hopen ook dat we dat op de een of andere manier voor de kinderen, de jongeren die het nodig hebben, nog voort kunnen ook zetten, in de toekomst voort kunnen zetten. Ja. Nou, even heel kort over de La Salle, wat natuurlijk ontzettend veel meer is voor mensen thuis. Kijk het eens na op internet. Ga eens lezen, ga eens zoeken, want dat is het terrein waar u een aantal malen per week of per maand misschien voorbij komt gefietst of met de auto. Altijd mooi om daar wat meer over te horen. En bovendien hoor ik dat er ook erg veel werkplekken zijn. Nou, misschien zoekt u nog een hele goede baan en doet u daar heel goed werk mee. Je weet het maar nooit, heel hè? Goed. Ja. Ik schakel door naar jou, Frank. Op de krukken hier. Je bent geblesseerd. We weten dat je bij Vitesse speelt, heb ik al gezegd. Je komt uit Lennisheuvel. Nou, laten we eerst maar eens even gaan kijken naar een mooie introductie van Frank van der Struik, die zijn contract tekent bij Vitesse. Frank van der Struik zette vanmiddag in de Amstel Lounge in Gelredome zijn handtekening onder een nieuw contract bij Vitesse. De verdediger blijft nu tot 2014 in Arnhem en is daar erg blij mee. Heel blij. Ik had het 3 jaar geleden niet verwacht. Hele slechte start. Eventjes weg geweest en vanaf dat moment is het alleen maar berg opwaarts gegaan. Vitesse liet de Brabander vorig seizoen al weten graag langer met hem door te gaan. Van der Struik heeft nooit enige seconde getwijfeld of hij wel langer in Arnhem wil blijven. Nee, eigenlijk niet. Het is ook niet meteen gegaan. Onder Ferrer had Vitesse al iets laten weten om te willen verlengen met mij. Dus dan heb je sowieso al een lange tijd om over na te denken. Ferrer ging weg, dus toen was alles even wat minder. Onder de huidige trainer is alles weer opgerakeld en zo zie je 2 jaar bijgetekend. De laatste tijd staat Yasuda rechtsback in het elftal van John van der Brom. Van der Struik zit daardoor op de reservebank, maar ondanks dat ziet hij de toekomst rooskleurig tegemoet. Voetbal kan de ene week ook wel anders zijn, kijk maar, een paar jaar geleden had ik niet gedacht dat ik bij zou tekenen. En misschien is het vrijdag tegen Heracles weer anders. Misschien moet je wel na 10 minuten invallen en ga je er ook niet meer uit.
Ja, dat is voetbal. En de ene week speel je en de andere week kan je op de bank zitten of op de tribune. Dus ja, ik ben lekker aan het trainen, hard aan het trainen. Dus ja, ik hoop dat ik mijn kansje weer een keer kan pakken. Om de bovenste plaatsen spelen en voetballen in Europa. Dat zijn de komende seizoenen de doelen van Vitesse. En natuurlijk daardoor ook voor Van der Struik. Ja, de club heeft uitgegeven dat ze Europees voetbal willen spelen en voor het kampioenschap willen gaan. Ja, dan zul je dit jaar zul je toch wel Europees voetbal moeten halen. En dan vanuit daar kan je toch doorbouwen. Echt de topspelers zullen natuurlijk kijken, ook spelen ze Europees voetbal of niet. Dat is voor hen heel belangrijk. En ik denk dat voor Vitesse, als je nu dit jaar Europees voetbal kan halen, dan maak je natuurlijk ook weer een stapje. En je moet ook niet als club in één keer te veel willen, want dat gaat niet lukken. Kijk maar naar die andere grote clubs, zoals Manchester City, noem maar op. Je kan wel heel goede spelers kopen, alleen als het beleid eromheen niet goed is, dan kan je blijven kopen, maar dan lukt het toch niet. En Vitesse is rustig aan het opbouwen en dan moeten ze ook stapje per stapje doen. En dit jaar is het Europees voetbal en ja, daarna moet je weer een stapje maken. Dankjewel. En nou mag ik echt een hand geven. Hey, ja. Op een hele goede tweede helft. Ja, komt. Of tweede helft, dat weet je nooit natuurlijk. Maar een hele goede tweede periode bij Vitesse. Zijn dit nou ook van die contracten, Frank, waar je meteen de bankrekening ziet omhoog ziet schieten? Dat ben ik zo benieuwd naar. Nou, het ligt in winddraaien, zou ik het zo zeggen. Maar het is niet net zoals wat de meeste mensen zien, miljoenen, zoals Ronaldo of zo. Nee, dat, nog niet. Dat is, bij Vitesse is dat nog niet zo, maar nee. Ze willen er wel naartoe, dus wie weet. Ja, want daar heb ik straks ook nog iets over, een vraag in ieder geval aan jou. Ja, van Lennisheuvel, LSV naar Willem II. Klopt. En ik hoorde vorige week zo'n leuke anekdote, namelijk een collega van ons was toen, als ik het goed heb, directeur, hè? Ja, hij zit recht voor me, directeur op een basisschool, daar zat jij toen. En toen kwamen ze van Willem II, kwamen ze vragen of jij goed je best deed op school. Klopt. Ik moet zeggen, Willem II heeft die werken heel goed samen met scholen. Ze kwamen ook altijd ophalen vanuit school meteen met een busje. Dus we gingen meteen door naar de trainingsveld. Ze zeiden ook, als je niet goed presteert op school, dan kan je ook niet goed presteren op het veld. Nou, daar ben ik nog eens in twijfel. Maar, maar daarnaast, school vinden ze heel erg belangrijk. En dat maakt je ook een heel ander persoon als je een goede studie achter de rug hebt. Want natuurlijk, die jonge jongens zijn nog heel erg jong. Mm. En daar blijven er maar heel weinig over die profvoetbal halen. Dus dat risico zit er natuurlijk ook nog aan. Ja. Nu ben je op dit moment zo'n 3-4 maanden, denken ze, uit de running? Wat vind je zelf? Ja, ik hoop natuurlijk niet zo lang, maar je weet het natuurlijk nooit. Kijk naar Pieters, die heeft het precies hetzelfde als mij. Ook een stressfactuurtje, zoals ze dat noemen. Oh ja, een stressfactuur. Ja, dat is een... Is dat overbelasting? Of? Ja, we hoeven geen medisch dossier te gaan behandelen. Ja, dat weten ze niet. Normaal gesproken heb je een schop gehad of overbelasting. Nou ja, dat kan ook vorig jaar of 2 jaar geleden zijn. En dan langzamerhand scheurt die steeds verder. Okay. En op een gegeven moment ga je dat voelen. En, 2 of 3 weken geleden kreeg ik er wat last van. Dus terwijl mijn verzekeraar een foto maakt, dan bleek toch een stressfactuurtje zijn. Maar ja, het kan schijnbaar heel erg lang duren. Ja, vervelend. Heel vervelend. Heel vervelend. In augustus een hoofdwond. Ja. Nou, hij gaat heel goed. Maar goed, hierna spreken wij af dat het, dik in orde is. Het is natuurlijk prachtig dat ik jou aan tafel heb. Want bij Vitesse is van alles aan de hand, heb ik gelezen. Het Russische, eigenlijk de gasproducent Gazprom, wordt misschien de shirtsponsor. Ja, klopt. Ik heb het gelezen. Ja, wat is het definitieve nieuws al? Is het volgens mij nog niet, maar bij Vitesse weet je het nooit. Ene dag kan het rond zijn en de andere dag pas als het erop staat, dan is het zeker. Maar ik ga ervan uit van wel. Er komt heel veel geld in het laadje. Je ziet de shirt er ongeveer zo, hè? Zou ja, zo zou het eruit kunnen zien. Ja, heb ik ook al gelezen op de site. Ja. Dat is voor Vitesse goed nieuws, want dan komt een grote partner, hè? Ja, ik heb een aantal grote clubs, ook in Europa heb ik ze mee zien voetballen. Ja, dan komt gewoon extra geld in het laadje en dat is voor de club alleen maar beter. Ja, hoe is dat? Hoe denk je dat het voor de sfeer in de club zal zijn? Want nog een Rus erbij, wat denk je dat dat voor invloed heeft? Ik heb helemaal niks tegen Russen, ik vind ze prachtig en mooi, maar...
wat is het is toch een andere cultuur of een andere bedrijfscultuur met name. Ja, maar wat, zelf wat denk jij daarover? Is die ook misschien dat daar de lijntjes wel naartoe liggen. Dus dat die goed met elkaar kunnen communiceren. Maar, verder, wij als team zijn hebben er zelf geen last van. Alleen dat er dan een naam op het shirt komt. Maar, en meer betaald? Ja, wij niet, denk ik. De club krijgt meer centjes. Dat is dan weer jammer. Ja, als we het goed doen, misschien dat we nog iets extra's krijgen. Dat weet je maar nooit. Ja, precies. Nu tot slot even een laatste vraag. Een grote partij, hè, die Gazprom, ik zeg het op deze manier. Dan is er dus ook meer geld om duurdere spelers aan te kopen. Hoe zie jij dat? Ja, die kan het zien als dubbel. Kijk, als er betere en betere spelers komen, dan kunnen ze ook voor jouw positie komen. Alleen, je moet dan weer omdraaien, althans zo sta ik erin. Als ze in komen, dan word je zelf automatisch ook beter, want je moet mee. En als je niet mee wilt, ja, dan val je gewoon af. En ik wil gewoon niet afvallen. Ik zit er nu al 4 jaar, dus mijn 5e seizoen bij Vitesse. Mm-hmm. En elk jaar komen er heel veel nieuwe spelers. En ik ben de enige die van 4 jaar geleden... die over is gebleven en die een nieuw contract heeft verdiend. En, dat hadden ze 2 jaar geleden hadden ze dat niet gedacht. Want toen was het eigenlijk... Wisselend of moeilijk? Ja, wisselend. Moeilijk, eigenlijk moeilijk. Eigenlijk slecht kan je het beter noemen. Daarom ben ik ook een halfjaartje naar Willem II verhuurd. En dat heeft me heel erg goed gedaan. Ja, wat was daar wat jou juist weer de kracht gaf? Of ja, wat? Ik weet niet. Toch weer een beetje het liefde van het spel, de vreugde erin teruggevonden. Mooi. Want het was eigenlijk helemaal weg. Ik had er ook helemaal geen zin meer in. En, we zijn zelfs ook 1 keer meteen na de wedstrijd meteen naar huis gegaan, wat niet in dank was afgenomen. Je was er klaar mee? Ja, ik was echt helemaal klaar mee. En, ik heb een goed gesprek al met mijn zaakwaarnemer en mijn ouders. En toen heb ik gezegd van ja, luister, ik ga nog gewoon even lekker terug naar Willem II. Want die vonden wel dat ik toch nog potentie had. En, dat heeft nog wat salaris in moeten leven zelfs. Dus ja, daar moet je ook nog naar kijken. Nou, dat vonden ze niet erg. Nou, oké dan. Toen ben ik daar teruggegaan en toen zijn we er net ingebleven tegen Go Ahead Eagles, de laatste wedstrijd. En al een heel moeilijke wedstrijd trouwens nog. Maar ja, vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar in een stroomversnelling gegaan. Ja, teruggegaan naar Vitesse. Ja. Waar ik ook zoiets had van ja, ik moet weer terug, maar wat gaat er nu gebeuren? En dat is alleen maar positief gegaan. En, wat ook positief is, is dat het met Vitesse in zijn algemeenheid goed gaat. 1 gelijk en de rest gewonnen. Ja, klopt. Het gaat zeker heel erg goed. Vooral afgelopen weekend. Als je ziet dat je toch met 10 man komt naar, 25 minuten volgens mij. En dan in Groningen uit, waar sowieso altijd een lastige wedstrijd is. Ja, maar uit bedoel je? Of? Ja, Groningen uit is altijd lastig. Groningen uit? Ja, wat is dat dan? De sfeer die er hangt? Is het een stom stadion? Of ik snap het niet zo. Die ploeg die thuis, net zoals wij zelf thuis hebben, dan komen we extra krachten naar boven. En thuis spelen is altijd... Dat is toch anders? Is altijd anders dan uitspelen. En, wij hebben het daar altijd vrij lastig. Nou, dan kom je na 25 minuten met 10 man. Ja. En dan heb je al zoiets van, we moeten dit horen. Ja. Alleen vanaf dat moment dan zie je dat de team aan het groeien is. En dat naar elkaar aan het groeien en dat die echt voor elkaar willen werken. En, dat kwam in die wedstrijd helemaal naar boven. En, mooi, dan zie je dat mooi. Er toch iets groeit. Dat zijn goede berichten met een goede toekomst. Met jouw voet komt het ook goed. We moeten afronden. Je bent weer terug op de Bokselse bodem, Lennisheuvel. Ja. Dat doen toch wel heel veel bekende voetballers. Hè? Uiteindelijk gaat alles terug naar thuis. Voetballers die gaan en staan overal in heel Nederland en Europa. En uiteindelijk wil je toch de roots, opzoeken. Ja. En ik kon het huis van mijn opa en oma, die allebei overleden zijn, kopen. En dat heb ik niet laten schieten. Nou. Dus ik ben weer lekker terug. Wij zijn er blij mee. Ik wens je alle succes met je voetbalcarrière. Dank je wel. En beterschap met je voet. Christel, heel veel succes met mooie werk op de Lassalle. Dank je wel voor jullie komst. Wij gaan namelijk even de tafel verwisselen, zoals we dat noemen. Namelijk met een heel mooi stukje over de series Proefkamermuziek. 4 Nederlandse topensembles die geven maken avontuurlijke programma's. En na afloop kunt u gezellig borrelen met een worden er speciale wijnen geschonken. Die zijn ook weer voor een heel goed doel, namelijk voor veel culturele projecten. Kijkt u even mee naar een promo die gemaakt is door mijn collega Hans van Liemt, filmmaker. Concertserie Proefkamermuziek komt hier in Bokstel eigenlijk naar aanleiding van activiteiten rond ons nieuwe orgel. Dus daar was eerst sprake van een benefietconcert, maar iets veel groters is eigenlijk op ons afgekomen, een serie van
vier top-ensembles die in Bokstel muziek komen maken. Ja, dat is ontstaan vanuit ondernemerschap, met name vanuit de ensembles zelf. En bijzonder is ook om te vermelden dat die ensembles 100% zelf risicodrager zijn. Het heeft alles te maken met het klimaat waar kunst en cultuur, en niet alleen kunst en cultuur, op dit moment mee te maken heeft. Dus men is op zoek naar nieuwe formats, naar nieuwe concepten. En dit concept, proefkamermuziek, is daar een uitstekend voorbeeld van. Een avond in de proefkamermuziek, dat begint met een inleiding in de Protestantse kerk. Daar kun je iets te weten komen van de muziek die gaat klinken. Daarna vertrek je naar de Petruskerk, dan de Petrusbasiliek. Daar hebben we dan een concert van ongeveer 5 kwartier, zonder pauze. Daarna gaat het publiek lopend langs de cultuurhistorische as naar podium Bokstel. En daar ontmoet het publiek de muzici. En daar is ook gelegenheid om wijn te proeven. Voor podium Bokstel is de nieuwe serie precies passend in de ontwikkeling die het podium doormaakt. Podium Bokstel wil niet alleen een accommodatie zijn, maar juist ook veel meer een programma. En daar sluit deze serie naadloos op aan. De concertserie Proefkamermuziek is ontstaan uit een contact met Jan Willem de Vriend. Hij heeft hier gewoond in Bokstel en we zochten hem in verband met een benefietconcert. In ons feestjaar 2012 is hier een nieuw orgel geplaatst en hij zou mogelijk ons kunnen helpen daarbij. Het initiatief kwam uit Amsterdam om niet dat te doen, maar die serie hier in Bokstel te laten spelen. Nou wordt er gezegd, een abonnement maakt dat je gaat. Ja, in het geval met het Commandantenconcert Amsterdam is het wel zo, een abonnement maakt dat je kunt gaan. Het komt toch vooral, want het is heel leuk voor ons ook als ervaring om je vaste publiek je ervaring mee te kunnen delen. Het eerste concert vindt plaats op vrijdag 28 september, door het Commandantenconcert Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend. En op het programma staan werken van Händel en ook het orgelconcert van Stanley. In januari volgt het Nederlands Kamerkoor. In april speelt het Nederlands Blazersensemble. En in mei Amsterdam Symfonieorkest. We verwachten al heel veel publiek. Daarom hebben we voor deze keer bedacht dat er ook een inleiding zal volgen in de Sint-Petrus. Dus kom je bij de Protestantse kerk aan en je kunt er niet meer bij, dan kun je aansluiten in de Sint-Petrus. Mijn volgende gasten zitten al aan tafel. Ik ben er ontzettend blij mee, want dit is al de derde burgemeester in, maar 3 maanden tijd die ik hier al aan tafel mag verwelkomen. Aan tafel, waarnemend burgemeester, de heer Hans van Brummen. Welkom in deze uitzending. Dankjewel. En ik mag je en jij zeggen, we hadden het straks over de verschillen van vroeger en nu. Ik moet er even aan wennen, maar ik doe van harte mee. Daarnaast Jan Fraaijen, gemeentesecretaris van de gemeente Bokstel, ook van harte welkom. Met jou wil ik straks heel graag babbelen over hoe is hij in het echt en of er mee te werken valt, dat soort zaken. Maar ik begin natuurlijk met de burgemeester Hans van Brummen. Want in 82, en ik spiek even op mijn briefje, was je op een hele bijzondere manier, vond ik, wethouder in Bokstel geworden. We gaan toch heel even terug, de oude doos in. Ja, de oude doos in. Het was de tijd waarin er in het hele land nogal commotie was over het verwijderen van spaanplaat uit scholen. Al of niet verwijderen van spaanplaat uit lagere scholen. Dat speelde voor de verkiezingen, was dat een heel groot vraagstuk. En de verkiezingen waren afgelopen. En toen moest een college gevormd worden. Er zaten een aantal partijen die het spaanplaat gewoon in de scholen wilden laten houden. En er waren ook een aantal partijen die het eruit wilden hebben. Maar ze kwamen er niet uit. En die partijen kwamen er onderling niet uit. De SP stond op dat moment even buitenspel. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zei de SP, oké, we willen 1 keer jullie steunen als jullie het spaanplaat uit school halen. Nou, wij waren daarvoor. En de SP heeft ons toen gestemd, de wethouders gestemd. En zo ben ik wethouder geworden samen met Hulskes en Spijkers. Ja, want was het toen niet zo, want daar doel ik natuurlijk een klein beetje op.
dat er twee wethouders gekozen waren. En er was toen geen derde. En toen heeft de burgemeester gezegd, destijds, dat alle wethouders... Kijk. Nee, dat was in 86. Oh, dat was in 86? Ja. Oh, maar ik heb het daar eigenlijk eens echt over. Oh. Nee, dat was in 86. Oh. Die was ook leuk, hè? Ja, die was ook leuk. In ieder geval heel bijzonder. Ja, ja, allebei leuk, hoor. Er waren twee. De raad had gekozen voor drie wethouders. Die bedoel ik. En de burgemeester zat al 2 uur lopen zeuren van... waar blijft die kandidaat nummer 3 dan? Er waren er inmiddels al 2 gekozen. En toen... heeft hij gezegd van nou, dan allemaal maar kandidaat. Ja. En toen werd ik gekozen met 9 voor en 10 blanco. Ja, want u had blanco had gewonnen. Goed voorwerk gedaan, hè? Goed voorwerk gedaan, heb ik gelezen. Nou, prachtig, zo moet het ook. Wij bij een goed bestuurder. Ik vraag me af, dat was op zich redelijk opmerkelijk. Hoe is het in dienst treden als waarnemend burgemeester in Bokstel gegaan? Heeft u aangebeld of bent u gevraagd? Het is voor de derde keer natuurlijk opmerkelijk als je als oud-wethouder terugkomt als waarnemend burgemeester in je eigen dorp. Dat komt niet zo verschrikkelijk vaak voor in dit land. Ik hoorde in het weekend van een inwoner uit deze gemeente dat of ik meedeed in de race om het waarnemerschap van Bokstel. Ik wist van niks, dus... Hoezo race? Je schrikt daar ineens dan wel van, want ja, je hebt er ooit wel eens een keertje over nagedacht. Van als die dat een keer zich zou voordoen, de mogelijkheid om waarnemend burgemeester te worden, wat zou je dan doen? Nou, die vraag had ik inmiddels voor mezelf als ja beantwoord. Okay. Dus dat hoorde ik het weekend. Ik heb een maandag gelijk de kabinetschef van de commissaris van de koningin gebeld. Want zo gaat dat dan. Gemeld van, ik heb belangstelling. Dus ik belde op en ik zeg met Hans van Brummen, ja, ik heb belangstelling voor waarnemend burgemeesterschap. In Bokstel, zei hij zeker. Nou, dit was dus al doorgekomen daar, dat als ik zou bellen, dat het ongetwijfeld voor Bokstel was. Ja. Daarna is het vreselijk snel gegaan. Ik werd al 1,5 week later door dezelfde kabinetschef gebeld van, de commissaris wil even kennis met jou maken. Dan kende ik de commissaris wel en hij mij ook, maar we hadden nog nooit over een eventueel waarnemerschap gesproken. Diezelfde dag even bij de commissaris geweest, een half uurtje. Het was op donderdag. En toen dacht ik, het zal wel even aanduren voordat ik iets hoor. Op maandagmorgen belt dezelfde kabinetschef van, heb je vanavond tijd? Ik zeg, hou ik er een beetje vanaf waarvoor, hè? Ik voelde natuurlijk al nattigheid. Maar hij zegt, ik zeg, voor de commissaris altijd, hè? Ja, want de commissaris wil jou vanavond beëdigen als waarnemer in Bokstel. Zo snel ging het. Dat is echt ongelooflijk. Ik neem aan, hè, voor Bokstel prima, want de hut moet wel bewaakt worden en er moet doorbestuurd worden natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Dat was ook een van de belangrijkste vragen die aan de orde is geweest diezelfde avond met de fractievoorzitters, gemeentesecretaris, de griffier en de lokale burgemeester. Want ja, wat wil je dat jouw rol is gedurende die 10 maanden ongeveer dat je zit? Kom je op de winkel passen of ga je werken? Ja, wat ga je doen? Toen heb ik als antwoord gezegd, ik ga werken. Ik kan ook, dat is mijn aard om mee te doen met hetgene wat er aan de hand is. En ook volwaardig te functioneren als burgemeester. Wat zijn de dingen die wij als burgers kunnen verwachten? Zijn het de dingen die liggen en spelen die afgehandeld moeten worden? Of is ook een eigen inbreng mogelijk in deze, als waarnemend burgemeester? Dat heb ik natuurlijk proberen te achterhalen de laatste 2,5 week, nu ik er 2,5 week zit. Wat je constateert is dat je de neiging hebt om op 20 of 30 of 40 dingen in te springen. Ja. Daarvan heb ik bij mezelf gezegd, dat lijkt me niet handig. Dus ik ben nu voor mezelf aan het kijken of ik 2 of 3 uit kan pikken. Waardoor men ook over 10 maanden zal zeggen, we hebben in de gaten gehad dat hij geweest is. Ja. Want als je er 20 doet, dan weet over 10 maanden niemand meer dat je er geweest bent. Want dat gaat gewoon weg in de grote hoop. Ja, omdat het allemaal stukjes zijn waarschijnlijk. Omdat het niet een afgerond geheel is, kan ik me zo voorstellen. En daarom kies ik zelf in ieder geval voor de oplossing van, ik ga dadelijk zelf eerst kiezen. En dan sluit ik dat uiteraard kort met de fractievoorzitter en vooral de gemeentesecretaris. Ja, ja. Want die moet mij in staat stellen om dat allemaal te doen. Ja, nou, u maakt zo werkt een perfecte brug naar Jan, want het is hartstikke nodig.
Klopt ook volgens het draaiboek, helemaal geweldig. Okay, ja. Jan, ja, de baan van gemeentesecretaris is, nou, dat is niet zomaar een baan. Ontzettend veel taken en bevoegdheden, maar ook verantwoordelijkheden. Als het goed is, heb ik een klein beetje op een schemaatje gezet. Ik ga even vragen of we die kunnen laten zien, want ik gooi het hele draaiboek door elkaar, ik weet het. Ik heb er een paar uitgelegd, Jan. Misschien dat je zelf natuurlijk het best kunt zeggen. Wat doet een gemeentesecretaris? Ja, een gemeentesecretaris is eigenlijk iemand die zeg maar tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie instaat. Het is eerste adviseur van het bestuur. Ik zit dus bij de collegevergaderingen. Mm-hmm. En doe de notulen en dat soort zaken. Denk ook mee over kwesties. En aan de andere kant ben je de baas van de ambtelijke organisatie. Je moet zorgen dat die dingen die het college besluit en die de raad wil, dat die uitgevoerd worden. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste taken van een gemeentesecretaris. Ja, nu kijk ik heel even mee op het lijstje. Voorzitter, eindverantwoordelijk voor heel veel dingen. Als ik het dan vrij vertaal, dan op zeg maar burgemeester na het college, is dat toch wel een van de belangrijkste mannen. Zal ik daar nou rekening mee te houden ook? Toch? Politiek gezien? Hij is een beetje lastig voor hemzelf. Ja, dus, het is wel waar. Vraag, het is wel waar. Toch? Ook voor ons is de gemeentesecretaris gewoon de eerste man die we aanspreken op het moment dat dingen vooral niet goed gaan. Mm-hmm. Als het allemaal goed gaat en wij kunnen goed overleggen met medewerkers en de prioriteiten worden gedeeld en er is verder geen probleem, dan gaat het allemaal wel. Ja. Maar zijn natuurlijk, wij wensen als bestuur altijd meer dan het ambtelijke apparaat aan kan. Ja, dat is overal, en dan is het goed dat er iemand is die dat allemaal goedkeurig in de hand houdt, bewaakt, beoordeelt of dingen prioriteit kunnen of mogen hebben, ja of nee. Ja. In goed onderling overleg met de burgemeester en het college. Ja, je hebt een soort bufferfunctie tussen bestuur en ambtelijke organisatie. En wat ik dan zelf graag doe in Boksel ook, is bezig zijn op het strategische niveau. Mm-hmm. Waarbij je dus nadenkt over de toekomst van de gemeente, over 10 jaar en over 4 jaar. Ja. En direct na de verkiezingen. Dus in die zin denk ik wel mee over zeg maar het beleid wat in Boksel gevoerd wordt. Ja. En dat proberen we dan zo goed mogelijk uit te voeren. Mooi. Wij waren zeer vereerd, want we hebben afgelopen verkiezingen natuurlijk, 12 september. Toen heb ik je ook voor het eerst ontmoet. Mochten wij met Omroep Dommeland een kijkje achter de schermen nemen in het gemeentehuis. En het lijkt me erg leuk om u ook dat beeld te gunnen over hoe is dat nou eigenlijk gegaan met al die stemmen en al die papieren. Kijkt u even met ons mee. Van zover ik gehoord heb en gezien heb, is het allemaal prima verlopen vandaag. Ik ben zelf langs de stembureaus geweest. Nadine is met de medewerkers bij de stembureaus geweest. En we hebben alle twee, denk ik, kunnen constateren dat het vanaf vanmorgen vroeg 7:30 begonnen. En ik heb bewondering voor alle medewerkers en anderen die op de stembureaus zitten. 5 uur, 6 uur bed uit vanmorgen. Om toch iedereen te kunnen laten stemmen. En daar blijft er niet bij. Ze zijn nu aan het tellen allemaal, diezelfde mensen. Dus ze hebben een hele dag achter de rug. Ik heb daar diepe bewondering voor. En ook alles wat in voorbereiding is gedaan. Dat heeft Gerdien en haar medewerkers gedaan. Heel veel werk om ervoor te zorgen dat vanmorgen de dozen en koffers klaar stonden. Ja, dat was net geweest aan het stembureau. Ja. We hebben het dus paraferen dat wij vandaag op het stembureau gedaan hebben, dat allemaal prima verlopen was. Om 9 uur is de stembus gesloten. Vervolgens wordt alles geteld wat erin moet zitten, op papier, getallen. Daarna wordt de stembus omgekiept en wordt werkelijk alles geteld wat erin zit. En dan worden alle stembiljetten opengevouwen en per lijst van 1 tot en met 20 op stapels gelegd. Dus we hebben altijd nog een stapel blanco en nog een stapel helder. Nou, vervolgens worden ze dus allemaal op lijstniveau geteld en gesplitst op lijsttrekkers en overige kandidaten. Klopt. Dit is lijst 8. Zullen we gewoon? Maar de lijst 4 wordt voor de fout hier op school. Dat is lijst 8. Ja, dat wordt doorgebeld naar ons op het gemeentehuis. En dat is voor ons zeg maar voldoende om alvast een voorlopige uitslag te kunnen geven. Nummer van het stembureau.
Oké. Okay. Partij van de Arbeid 74 plus 15. PVV 64 plus 4. CDA 47 plus 28. SP 50 plus 2. Op het niveau van de totale partij per stembureau. Dat gaan wij ook communiceren met de media. Dat komt vanavond ook allemaal naar buiten. En op onze website, Facebook en al onze sociale media. Dus dat is wat er vanavond in grote lijnen gebeurt. Dan gaan we verder met het turven op kandidaatniveau. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Dan wordt echt gekeken hoeveel stemmen per kandidaat. Dat wordt allemaal vervat in een procesgebaar. In twee fouten natuurlijk. Alles wordt gepakt, verzegeld. Ja, verzegeld. En vervolgens naar het gemeentehuis gebracht. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het doorgeven. Fijne avond. Dag. Ja, dat moeten we op morgen vroeg allemaal op bereik hebben. Elke stem per kandidaat. En dan kloppen we dat allemaal in morgen vroeg. Want dat is voor vanavond gewoon geen verantwoordelijke job meer om te doen. Dus morgen vroeg doen we dat. Als we die totaal hebben, brengen we dat weer naar het hoofdstembureau in Den Bosch. Die verzamelen dat allemaal. En dat moet allemaal klaar zijn morgen voor... 12 uur. Allemaal achter de rug. En dan is het opgeruimd en klaar. Dat is de bedoeling. Persoonlijk vind ik het een prachtige binnenkomen, de burgemeester op de scooter. Ja, geweldig. Is het een mediastunt of is het echt een liefde voor de scooter? Het is echt liefde voor de scooter. En vooral omdat je er door veel meer ziet van datgene wat in het dorp aan de hand is. Als je er doorrijdt, dan zie je alles wat er omheen gebeurt. En je staat op het moment dat er je iemand wil spreken, iemand ziet lopen, dan is het in de remmenknijp en je staat stil. Dus je kan heel veel mensen aanspreken en je hoeft je auto nooit kwijt. Ja, en vooral dat laatste is heerlijk. Ja, ja, ja. Toen ben jij met de burgemeester op pad geweest. Ik had straks al aangegeven van ieder mens is natuurlijk uniek, hè? Laten we dat even voorop stellen. Wat zijn voor jou nu al de verschillen, zeg maar, in samenwerken? Wat valt je op? Nou, iedere burgemeester is weer anders natuurlijk. Tuurlijk, ja. Maar je merkt wel, ik heb in de jaren 80 genoeg mogen hebben om met Hans van Brummen te werken. In de tijd als wethouder, ik was toen beleidsmedewerker. Okay. Dus het was eigenlijk een weerzien, hè? Een weerzien van een oude bekende. En ik kan zeggen, hij is uiterlijk natuurlijk wel een paar jaar ouder geworden. Maar die brede grijze, die twinkelende oogjes, die heeft hij nog steeds. Wat ik heel erg waardeer in deze waarnemend burgemeester is het energieniveau. Mm-hmm. Energiek, gevoel voor humor, dat soort zaken. Dat maakt het werk makkelijk en ook plezierig. Ja, dat lijkt mij ook. Hè? Een aangename samenwerking lijkt me dat. Burgemeester, de thema's van zeg maar 23 jaar geleden. Liggen er nu dingen ter tafel die overeenkomsten hebben? Of waarvan je denkt, potverdikke, dat herken ik? Nou, als je ziet wat er de afgelopen 23 jaar geweest is, dan denk ik dat degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest, daar hartstikke trots op kunnen zijn. En dat is maar goed ook. Want het is zoals dat elke gemeente hoort, moet je met je tijd meegaan. Maatschappelijke omstandigheden veranderen. Er komen andere mensen wonen. Er zijn andere wensen. En dan zie je ook als je na zoveel tijd terug bent, dat er heel veel ten goede veranderd is. Als je naar Celis kijkt, dan is het onvergelijkbaar met hetgene wat er was. Ja, ja, ja. Als je kijkt naar de markt, dan verbaast het je dat er nog steeds auto's op staan. Dus er zijn wel dingen waarvan je zegt van, hey, opvallend dat dat nog is zoals het vroeger was. Maar vooral valt op datgene wat er veranderd is, ten goede voor deze inwoners van deze gemeente. Was je al eerder nog tussentijds in Bokstel geweest? Nog al een paar keer. Okay. Ik ben bij trieste gebeurtenissen als iemand begraven werd geweest. En ik ben ook bij een aantal mensen die afscheid namen van het gemeentehuis. Waar ik in het verleden, lang geleden, intensief gewerkt had. En die dan na 15 of 20 jaar later met pensioen gingen. Uh-huh. Ben ik nog bij 10 of 15 mensen geweest. En ik werd eigenlijk ook keurig voor uitgenodigd. Dus dat verbond je nog wel met datgene wat er was. En dat is ook precies hetgene wat ik nu vandaag en elke dag merk sinds ik hier ben. Mm-hmm. Dat het bijzondere van deze waarneming voor mij is dat je mensen kent, die de omstandigheden redelijk nog kent. En het gevoel alsof je in een warm bad komt. En waarnemers over het algemeen zijn mensen van buiten die niks weten van die gemeente. Ja. En als ik nu ergens kom, dan heb ik het gevoel dat mensen vinden dat ik een van hen ben.
Want ik liep hier vroeger al. Ja, ja, ja. En men heeft er veel over gesproken. Heb ik in de gaten de afgelopen maanden. Ik denk het wel. En dus dan word je al een beetje van deze gemeenschap. Ja. En dat niveau bereik je als waarnemer bijna nooit. Ja. En ik heb het al na 2-3 weken. En dat is zo'n bijzonder gevoel. En het geeft elke dag weer energie om voor deze gemeente en deze mensen die hier allemaal wonen de beste dingen te doen. Samen met alle anderen die er ook verantwoordelijk voor zijn. Ja, dat horen wij graag. Want het is een tijdelijke functie. Hoe lang gaat deze periode beslaan? Een maand of 10-11, klopt het? Ja, dat is de verwachting, ja. Dat is de verwachting. Ja. Nu is het zo, Jan, ik vind allebei goed natuurlijk. Is het nou zo dat de bevolking en de raad, is dat nou echt zo dat die invloed hebben op de keuze van de nieuwe burgemeester? Is het niet meer een ding van de commissaris van de koningin zelf? Nou, veel meer dan vroeger is het nu een zaak van de raad. Dat komt eigenlijk nog zelden voor. Dat als een raad zegt, we willen die of die, dat een commissaris van de koningin of een minister afwijkt. Dus de raad heeft een hele zware stem in de keuze van de nieuwe burgemeester. En die begint met het opstellen van een profielschets, waarbij ook de bevolking de mogelijkheid krijgt om daar inspraak in te hebben. Is dat via de raad? We hebben het ooit besproken. De raad die stelt een vertrouwenscommissie in. En in de vertrouwenscommissie zitten alle fractievoorzitters. En de lokale secretaris, of de secretaris en de lokale burgemeester, die zitten erin als adviseur. Dat bedoel je als bevolking? Nee, dat is de vertrouwenscommissie. En de vertrouwenscommissie begeleidt de procedure en voert de gesprekken met kandidaten, burgemeesters. Voordat de nieuwe burgemeester geworven wordt, wordt er een profielschets opgesteld. En de vertrouwenscommissie heeft nu gezegd van we willen de bevolking graag betrekken bij het opstellen van die profielschets. Dus dat gaat in de komende maanden gebeuren. Oké, dus dat krijgen wij allemaal nog te lezen, te horen, te zien. Je krijgt de mogelijkheid om inbreng te hebben en suggesties te doen. In de loop van volgende week komt op de website daarvoor de procedure. En komt een soort invulformulier waar profielen in staan. Waar men aan kan geven welke profielen vind ik het belangrijk voor de nieuwe burgemeester. En via de andere sociale media wordt daar elke dag op gewezen van ga naar de website. Daar kun je kenbaar maken wat voor profiel je voor de nieuwe burgemeester wenst. Dat gaat een week of 2-3 lopen. En dat wordt verzameld. Maakt onderdeel uit van de profielschets die ook dadelijk naar de kandidaten gaat. Ja, die profielschets die wordt dus vastgesteld door de raad ergens in november. Ja. En vanaf dat moment gaat de commissaris van de koningin aan de slag met de procedure. Want die is verantwoordelijk voor de procedure. En dan kunnen kandidaten solliciteren en dan krijgen we een soort van sollicitatieprocedure. Mm-hmm. Waarbij er dan uiteindelijk twee kandidaten door de vertrouwenscommissie worden voorgedragen aan de raad. Mm-hmm. Er wordt er op een gegeven moment één gekozen. Mm-hmm. En die ene die wordt openbaar gemaakt. En dat is dan de voordracht van de raad. En dan gaat de commissaris van de koningin ermee aan de slag in de richting van de minister. En die minister benoemt, de kroon benoemt. Is er nog een mogelijkheid dat je gewoon doorstroomt? Nee. Nee? Waarom niet? Ja, de enige echte reden is dat ik daarvoor te oud ben. Oh, oké. Maar anders zou het wel een... Anders zou dat zeker een mogelijkheid geweest zijn. Maar zit daar een max aan leeftijd aan? De burgemeesters hebben een maximum leeftijd van 70 jaar. Ja. Dan houdt het voor burgemeesters op. Oh, dat wist ik helemaal niet. Burgemeesters worden bovendien geacht 1 bestuursperiode toch wel te zitten. Dat is 6 jaar. Als je dan terugtelt van 70 naar 6 eraf, dan ben ik die leeftijd al gepasseerd. Oké, nou jammer dan. Vandaar. Oké, nou toch een goede vraag geweest. Ja, hele goede. Even om Hans beter te leren kennen. Ik moet eraan wennen om Hans te zeggen, maar ik doe het. Ik heb zitten lezen en zitten snuffelen. En als het goed is, laten we op dat scherm daar een plaatje zien. Dan zou ik zeggen, vertel. Ja, dat is een boekenkast. Verkeerde keuze? Of nee hoor, dat is een boekenkast. Dat mag overduidelijk zijn. Ja, ja, ja. Boeken is, dat is eigenlijk mijn vak. Ja, ik ben, vertel. Mijn vader was boekverkoper. Niet alleen mijn vader, maar ook mijn overgrootvader en zijn vader en dienstvader. Sinds 1884 waren wij boekverkopers. Ik heb eerst aanvankelijk een jaar of 5 bij mijn vader gewerkt na de HBS. En daarna bij de Bijenkorf van Eindhoven. Toen die gesticht werd als Bijenkorf Eindhoven, ben ik daar gaan werken in 1969 als manager van de boekafdeling. Heb dat 7 jaar gedaan. Daarna 4 jaar op Centrale Inkopen in Amsterdam. Nog een jaar een zijsprong bij de openbare bibliotheken. En toen
in de politiek van Boksel terechtgekomen. Nou, wat een carrière move. Ja, en waarom was dat? Omdat toen ik hier kwam wonen in 1973, was er geen, moesten mijn jongste zoon, toen de oudste zoon, nee, mijn zoon, want ik had er nog maar één toen, die was 3. Mm-hmm. En die moest dus naar de lagere school. En wij waren niet katholiek, we waren hier buiten eigenlijk alleen maar katholieke scholen, met name in Oost. En er waren een aantal mensen in onze omgeving die ongeveer dezelfde tijd kwamen wonen, begin 1973. Die wilden openbaar onderwijs hebben, want die moesten over de Bredaarse weg heen. Oh, de weg over. De weg over, ja, ja. Vanuit de Oost. Ja, Oost was net begonnen, het was een heel klein stukje Oost nog maar. De Nieuwe Nieuwstraat was niks achter, hè? Bredaarse weg. Ja, dat weet ik. Er was een informatieavond in de Rot van een aantal mensen die dachten, laten wij openbaar onderwijs oprichten. En ik ging als voorzitter weg. En dat heb ik 5 jaar heb ik mij in hoge mate bemoeid met het totstandkomen van het openbaar onderwijs. Aha. Toen ik mij ophield, stonden er 2 openbare scholen. En ben ik gelijk doorgestroomd in de politiek. Toen vond ik dat ik op moest houden met het openbaar onderwijs. Want ja, je kan niet en tegelijkertijd zware belangenbehartiger zijn en tegelijkertijd raadslid van 1 onderdeel. Dus ben ik koos men bij de Partij van de Arbeid om iemand die bekend was al een beetje, ja, om op de lijst te staan. En zo ben ik op de lijst terechtgekomen in 1978. Oké, en de passie voor boeken is gebleven? Die is altijd gebleven, ik las ook ergens, ja, dat maakt me ook helemaal niet uit, want meningen veranderen en mensen veranderen. Ergens in BN De Stem, dat zeg maar de vorige wethouderschap, of dat eigenlijk de laatste zou zijn, hè? Het laatste openbaar. Daar zag het naar uit in ik ben ongeveer. Het openbare kunstje. Ja, kunstje. Ja, ja, ja. 9 maanden geleden werd ik gevraagd, ongeveer, het kan 10 zijn geweest, voor wethouder in de gemeente Drimmelen. Voor een periode van 2,5 jaar, tot de volgende verkiezingen. Nou, ja. Dan vond ik wel dat het genoeg geweest was. Politiek is een buitengewoon gevaarlijk vak, heb ik inmiddels wel door. Na een half jaar crisis, collega wethouder stapt op. Ja, en ik vind dat je dan meegaat. Dus ik ben mee opgestapt en wel de zaak lopende gehouden tot de nieuwe onderhandelingen. En die nieuwe onderhandelingen zat mijn partij niet meer in. Mm-hmm. Dus ik stond ineens weer op straat. Okay. En dus was beschikbaar voor deze gemeente, anders had ik hier nooit waarnemer geworden. Nee. Dus misschien hebben jullie het wel aan de crisis in Drimmelen te danken dat ik hier zit. Ja, komt het zomaar op neer. We zullen er nooit achter komen, denk ik. Misschien later nog eens ooit. Even volgende, de begroting is gepresenteerd. Ja. Even een korte vraag. Er zijn een aantal dingen die wij natuurlijk meteen niet willen. Hè, die we allemaal heel vervelend vinden. Ik heb al een aantal mensen de laatste dagen horen mopperen over de kosten van de grafrechten. Dat vinden we zo oneerlijk met heel veel mensen. Die moeten in Boksel nog verder omhoog. En we zijn al een van de duurste gemeentes. Ik denk, nou, als je aan tafel komt, dan gooi ik het openbaar in beeld, op de camera. Moet dat nou? Maar dat is iets wat eruit moest. Een paar dingen. Hebben we een buitengewoon mooie begraafplaats. Vergis je niet. En dat kost geld. Ik heb de afgelopen jaren meer dan 1 gezien. Vele. Mm. En als ik dan naar de kwaliteit van deze kijk, dan ben er met de 12 september met de secretaris nog even overheen gefietst. Ja, gelopen dan en er naartoe gefietst. Hè? Voor het geval mensen denken dat ik op mijn graafplaats fiets. Ja, nee. Het is een fantastische plek. En dat gaat niet van niks. Nee. Dus dat moet op enige wijze betaald worden. En dat is 1. En het tweede is dat de raad heeft afgesproken dat de grafrechten kostendekkend moeten zijn. En dat betekent dat degene die begraven worden en degene die de grafrechten betalen, de totale kosten van de begraafplaats dekken. Dat is nog lang niet het geval. Vandaar dat die dit jaar enigszins hoger zijn begroot dan trendmatig. Ja. Het alternatief is dat je dus de rest van de gemeenschap laat betalen voor degene die de grafrechten betaalt. Ja. Dat lijkt ook niet eerlijk, vind ik.
Nu zie ik de floor manager zo doen. Het heeft niks te maken met het onderwerp. Maar ik moet gaan afsluiten, want de mensen van de bingo zitten al klaar. Ik ben eigenlijk nog lang niet uitgepraat. En ja, ik wil jullie allebei nog heel graag een keer verder uitnodigen voor andere onderwerpen en thema's. Wij komen graag. Beiden heel veel succes gewenst. Dank voor jullie komst naar de studio en een prettige avond nog. En u mensen thuis, dank u wel voor het kijken naar Dommeland Live. Over 2 weken ben ik er weer. Tot ziens.